President Desi Bouterse heeft vandaag op het presidentieel paleis een overleg gehad over de kwestie Surinaamse postspaarbank. Sinds dagen circuleren berichten over mogelijke grootschalige malversaties bij deze bankinstelling. Deze berichten hebben erg veel onrust in de gemeenschap teweeggebracht. Dit meldt het Nationaal Instituut in een persbericht. Aan het overleg hebben deelgenomen de president, de ministers van Financiën en Justitie en Politie, de procureur-generaal, de president van de Centrale Bank van Suriname, als ook de regeringscommissaris bij de Centrale Bank. De regering heeft intussen documenten aan de procureur-generaal ter hand gesteld, op basis waarvan allereerst een vooronderzoek wordt ingesteld. Nagegaan moet worden of deze documenten werkelijk van de bank afkomstig zijn. Indien de informatie van de SPSB afkomstig is, zal onderzocht worden of er mogelijk sprake is van enig strafbaar feit dat een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie rechtvaardigt. Inmiddels zijn de verantwoordelijke functionarissen gevraagd gepaste afstand te houden van het onderzoek door verlof op te nemen zolang het onderzoek voortduurt. Via het NII laat de regering optekenen dat de gemeenschap de verzekering mag hebben dat de regering deze aangelegenheid serieus opvat en geëigende maatregelen heeft genomen.